De werkvormen die wij gebruiken binnen de taalgroep zijn een heel groot deel ook de gewone werkvormen die binnen alle scholen gebruikt worden. Daarnaast proberen wij in alles wat we doen het lezen en spellen te stoppen. En daar verzinnen we dus ook van alles bij. Wat we belangrijk vinden is dat kinderen in het oefenen, het inoefenen, dat ze daar ook gebruik van kunnen maken van de hulp van een ander. Dus wij hebben veel coöperatieve werkvormen. We proberen het steeds zo op te leuken dat de kinderen eigenlijk er geen weet van hebben dat ze voortdurend bezig zijn met spellen en lezen. Het letterspel is een geweldig spel. Eigenlijk bestaat het uit een heleboel kleine kaartjes met letters erop. Die strooien we door de klas, dus het is net een beetje Sinterklaas. De opdracht voor de kinderen is dat ze met de letters woorden maken. En voor elk woord krijgen ze dus euro's. En nou, daar willen ze hard voor werken, vooral als er bonuspunten gegeven worden, bonus-euro's. En dat is dan ook meestal de wedstrijd van welke groep heeft de meeste euro's verdiend. Eigenlijk heb je er zo'n plezier in dat je steeds meer bezig bent om leuke werkvormen te ontdekken. Misschien heb je er wel eens van gehoord, dit is een stapelgedicht. En een stapelgedicht hoeft niet te rijmen. Ik zal voorlezen hoe mijn gedicht gaat. Lekker lang lezen, door een gekleurde bril. Geheime briefjes. Kleuren maken alles mooi. Ik wil weg. Steeds een beetje meer weg.